Dus we gaan gewoon beginnen en dan zeggen we weer... Hoi YouTube! Nog steeds 4 september, daar zijn we weer! Hopelijk deze aflevering tot we Umbreon gaan vinden. Hopelijk, ja. De vorige aflevering hebben we trouwens Jolteon en Flareon en volgens mij hebben we ook Leafeon het een en ander gegeven. Of... We hebben in ieder geval wat TM's uitgedeeld, dat is altijd handig. Ik weet nog niet eens met welke TM's aan wat, maar dat maakt niet uit. Wij gaan naar een gym battle toe, daar heb ik zin in. De nieuwe Pokémon van Pokémon Sun and Moon. Waardeloos, sommige. Echt serieus, een zandkasteel. Zijn er nieuwe Pokémon? Ja. Ik ken er maar 9, en nou eigenlijk 10. Oh, we kunnen hier Headbutt gebruiken. Objectsel, gebruik Headbutt! And nothing happens. We hebben een nieuwe splash gevonden voor Objectsol. Ik dacht dat we hier ook Pokémon tegen zouden kunnen komen eigenlijk. Ik bedoel, misschien zit er wel een Eevee in de boom. Probeer nog één keer. Maar is dat dan wel slim om er dan tegenaan kopstoten te geven? Straks valt hij uit de boom. Ja, maar dan vangen we hem op. Oké. Oh ja, deze gast die zijn tekst heeft aangepast gekregen omdat de oorspronkelijke tekst wel heel erg fout was. This gym is great, it's full of strong trainers. Oh, oorspronkelijk was dat namelijk van... This gym is great, it's full of women. Oh. Is geen grapje, dat is de oorspronkelijke tekst. En wat ik dus wel een heel groot nadeel vind dat ze dat in een gym hebben gedaan... Ik hou van remakes, maar serieus, dit is gewoon belachelijk dat ze dit hebben gedaan in een gym. Dat je een HM-move nodig hebt om een gym binnen te komen. Yep, want dat zorgt er al direct voor dat je je team moet aanpassen om überhaupt... Ja. Ja. En daar ook nog eens een keertje bij. Als we dus deze gym zouden verlaten om eventueel te healen, dat boompje komt weer terug. Yep. Plus we hebben een overhead view. Dus je raakt hier nogal snel verdwaald in. Ik haat deze gym. Oh, we krijgen een dubbel battle. Ik heb wel zin in een dubbel battle. Leafeon en Bolt? Waarom ook niet? Dus. Ik zal trouwens even hier de lamp aan gaan doen, want het is best wel donker. Oké, Joey en Zoe. Met een Weedle. Nee. En een Frostlass. Oké, die Frostlass die kan best wel gevaarlijk zijn in verband met dat we Leafeon naar buiten hebben. Leafeon. En die Weedle, ja, dat is gewoon een Weedle. Frostlass moet zo snel mogelijk neergehaald worden. Doe maar een Shockwave. We zouden Tunnel kunnen gaan proberen, maar ik doe liever Shockwave, dus... Oké, daar is de heel aanval. Dus eigenlijk zou ik nog Glacio moeten gaan gebruiken, maar... Oh ja, het is ook een spook. Typisch, dom van mij. Ik weet de hele tijd dat het ook een Ghost-type is. Ik wist het, maar dacht er niet over na. Plus, er zat een vertraging in het beeld, dus ik had het sowieso niet op tijd kunnen... Ja. Wauw, Weedle can bug bite. Wow. Oké, dan pakken we het gewoon heel erg anders aan. Return op Weedle. En jij doet gewoon Thunder. Op Frostlass. En waarschijnlijk doe ik in de volgende beurt wel heel eventjes een Thunder Wave. Want Ice Shard kan gevaarlijk zijn voor Leafeon. En Bolt, het kun je makkelijk overleven. Oké, daar is de Return. Dat overleeft Weedle als het goed is niet. Dat dacht ik ook. En dan komt de Thunder. Bolt, jij moet gewoon in één keer raken, hè? Gewoon niet die 4% zoals dat we met Leroy hadden. Goed zo! Oké, het is niet een one-hit KO, maar dit is wel... Ik heb er nooit veel moeite mee gehad op de eerste keer spelen door Soul Silver heen na dan. Met deze gym. Nou, ik bedoel, van de gym is niet het probleem. Het lopen. Het lopen door die gym heen is het probleem. Ja, Shockwave is meer dan genoeg om hem neer te halen. En wat jammer is, je moet per se of een TM slave meenemen, of je moet de Pokémon een TM geven. Of HM, sorry.
om door die gym te komen. Ja, precies. Want het is dus verplicht dat je een Pokémon hebt met Cut, omdat anders kom je er niet doorheen. En dat is ridiculous. Yes. Maar goed, ik heb geen zin om weer helemaal terug te moeten gaan lopen en weer Cut te moeten gebruiken. Dus wij gebruiken gewoon heel eventjes wat potions. Heb ik ook super potions bij me toevallig? Ik heb er eentje. En ik heb een lemonade. Nou, dan krijgt Jolteon, die krijgt de lemonade. En dan krijg ik Leafeon, krijg gewoon de super potion, omdat ik er daarvan eentje heb. Ik bedoel, ik heb echt geen zin om nou al helemaal terug te moeten gaan lopen naar. We hebben weer last van een technisch mankement. Oh. Black screen. Technical difficulties. Jullie. Niet in de plastic bijten. Kijk. Oké, nou in ieder geval eventjes een soft reset. Dat fixt het wel. Nee toch? Dat je in blue, red en green, yellow had, dat je cut nodig had voor... Nee, ja, dan had je cut nodig om inderdaad de gym binnen te komen. Maar ja, niet in de gym zelf, maar dat weet ik niet helemaal. Nou, je kon ook surf gebruiken, geloof ik, omdat je dan het water door zou kunnen komen. En nee, dat je kon het niet komen via surf. Oh. Nou, wat ik wel weet is dat je inderdaad... je had het boompje, er stond een boompje voor de gym die je ook neer moest minen. Maar ja, dat boompje dat spande ook gewoon de hele tijd terug. Dat weet ik. Dat is dan wel jammer. Dus je werd per se geneigd om een slot van je Pokémons te geven aan een HM slave. Dat inderdaad. Maar, mooi. Maar dat vind ik dan ook zo jammer is dat ze dat dan in hadden gegooid was. Dat vind ik wel weer mooi dat ze dat niet erin gooien bij Sun and Moon. Dat ze bij Sun and Moon waarschijnlijk geen HM's meer hebben. Tot je namelijk dat soort obstakels niet meer zou hebben. Ja, bijvoorbeeld op de trailer heb je kunnen zien dat je op Charizard kon vliegen. Sucker Punch. Ik zou wel erg bang zijn als ik niet gewoon een fysieke tank ben. Bonjour, Le Zelda Player 20. Hallo, Mr. Triu. Nog steeds is het onzin. Hallo, Legendary Celebi. Nou ja, het is een mythical Pokémon, maar ik vind Celebi denk ik echt gewoon tot een van de zwakste Legendary Pokémon ooit is. Zou zo maar kunnen. Ja. Doe maar Fire Fang, dat doet meer damage. Oh nee, Magical Leaf, ik ben zo bang! Wauw. I ain't scared of your moves. Als de gym nou ook zo makkelijk gaat worden, dan ben ik een blij konijntje. Als je een HM slave laat, dan een Eevee in een HM slavion evolueren. Eevee moet je nooit gebruiken als HM slave. Nee, dat is echt nutteloos. Oké, dit is wel een probleem. Ancient Power. Oh boy. Oké. Hallo, dubbel fris. Ik bedoel, we hebben al onze HM's leven, dat is op Jaxel. Hoi, double fris. Met een V op het eind. Klinkt extra awesome. Ja, nou moet het eigenlijk een dubbele Z zijn, dat klinkt heel awesome. Mime Junior? Oh, dat beest. Dat is zeg maar de Mr. Mime, maar dan de Junior vorm. Ja. Bij mij is het de bye-bye vorm. Nou, nu kan je tenminste niet zeggen dat het, als het vrouwelijk is, dat het een hero is. Een hero? Ja, want je hebt Mr. Mime, maar je hebt geen Mrs. Mime. Waarom niet? Nou, dat staat toch niet in de naam? Ja, maar als het een female icoontje is, dan hoort het toch een vrouwelijke Pokémon te zijn? Ja, maar ja, dat zegt het spel niet als Mrs. Mime.
Ik volg je niet helemaal, maar goed. Wie wel? Oh boy, we hebben een Dragonite. Waar is mijn Sylveon als ik hem nodig heb? Ja, maar je hebt ook Glaceon. Ja, dat weet ik. Ik ga switch ook gelijk naar Frostwater. Maar ik ben gewoon nog op tegen dat hier nog steeds geen Sylveon in zit. Oké, een Aqua Tail. Dat kan gevaarlijk zijn, want dat is best wel een sterke aanval. Maar hier komt de Blizzard. Dag, Dragonite! Nee, die is er niet. Ja, een SR, dat zou wel leuk zijn. Mr. Mime, dat hij in één keer kan evolueren. In Awesome Mime, of zo, ik wil. Make it my day, we use barrier all the time. En Leafeon is naar level 51. Nog maar 20 levels te gaan en we kunnen eindelijk Leafblade. En Bolt wil Pin Missile leren. Bij de Poly Whirl, Poly Swag, weet ik het allemaal nog meer. Zou ik dat willen leren? Oké, het is een Bug-type aanval. Lekker belangrijk. Dan heb ik liever die andere, die Signal Beam. Keep old moves. Ja, Pin Missile is een verschrikkelijke aanval. Yeah. En is ook nog eens een keer luck based. Yep. Nogal. Nou, nee, helemaal niet luck based. Want het is gewoon standaard dat je maar twee keer aanvalt ermee. En, het, en de CPU die vijf keer aanvalt. Dus het is helemaal niet luck based. Ja, maar de CPU is gemeen. Die vallen altijd vijf keer aan. Dragonite is toch gewoon puur Dragon type? Of is dat Dragon Flying? Ja. Nee, die is, is de puur. Ik wil dat het puur Dragon was. Ik vind eigenlijk als hij normal zou worden dat het dan een beetje te overpowered zou zijn. Omdat dan krijgt hij namelijk same type attack bonus van Hyper Beam. Stoppen jullie nou eens echt serieus net met Roar en nou ook... Oh. Mijn Whirlwind komt weer op Jaxel naar boven. Er zijn zoveel Pokémon waar je uit kan kiezen. Prima, ik gebruik gewoon Firepower. Nou ben ik boos. Is er ook een Eevion? Eevion. Is er ook een Is er ook een Eevion? Ja. Doe maar Flamethrower, maakt mij het uit. Oh nee, een Nasty Plot. Hij is iets aan het plotten. Haal hem neer voordat hij het uit kan voeren. Firepower, gebruik gemeene kolen! Maar dat wil dus zeggen tegen de Dragonite tot dat ijs vier keer zo sterk effectief is in tegenstelling tot Fairy dat maar dubbel effectief is. Zoiets. Maakt niet uit. Oh boy, Chansey. Ja, daar hebben wij een hele mooie Pokémon voor. Leafeon! Ja, Flareon zou ook wel kunnen, maar Leafeon die heeft een iets sterkere aanval. Die heeft Return en die is zo met happiness. En vergeet niet, Chansey is namelijk een special defensive wall. Fysieke defense is 10. En Chansey kan eng zijn. Ja, kijk naar die ogen, serieus. Dus Leafeon. Vergeet niet de tekst, hè? Chansey is angry en dan zie je gewoon. Dus Leafeon, doe terugkeer. Oh boy, Zubat, man. Huh? Nee. Gebruik een Jolteon. Die heb ik. Thunder! En zo Batman is neer. Wat vinden we de vervelendste Pokémon van Gen 2? Cyndaquil. Screw you. Nee, ik zit met... Ik vond dat Unown. Waarom? Omdat ik gehoord had dat als je een Unown naar level 70 trainde, dat die zou kunnen evolueren naar iedere Pokémon die je zelf kon uitkiezen. Dus ik heb een Unown naar level 70 getraind om erachter te komen dat er geen... helemaal niks veranderde.
mij werd verteld dat als je alle vormen van unknown vindt, dat je dan iets speciaals krijgt bij zo'n raar gastje in de Ruins of Alp. Niks gekregen. Bij mij was het inderdaad ook zo met unknown. En daarom vind ik unknown ook de irritantste van Gen 2. Unknown was bij mij tot ze neer hadden gezet van... ik had het verhaal te horen gekregen dat je alle unknown moest vangen. En als je dan alle unknown gevangen had, dan moest je gelijk weer richting... hoe heet dat forest daar nou gebeuren? Toen kreeg je een item, die moest je naar die forest brengen. Bij die forest zou je dan een GS-bal krijgen en zo zou je Celebi krijgen. Ja, zo verhaal heb ik ook gehoord, ja. Die Ilex Forest. Ja. Weet je wat, we hebben Hyper Potions genoeg. Wij vullen gewoon alles aan en dan zouden jullie denken van... Ja, maar dat is een waste van Hyper Potions, serieus. Je hebt die toch altijd meer dan zat. Ik denk dat ook eens een keertje Super Potions toch gaat inslaan, dus... wij gaan van tevoren saven en wij gaan tegen Erika. Sinds versloek vorig jaar, sorry. Sorry, Mimé. Erik. Hi. Hoi. Wil je het verhaal uitleggen of... Nee. Ja, want ik heb wat gemist, dus ik wil het wel weten. Moet ik het uitleggen dan? Ja. Nee? Ja. Nou, ik mag het niet uitleggen. Sorry. Oh, scumbag Erik. Hoezo noem je het nou weer scumbag? Wauw. Wat heb je nou aangedaan? Serieus, Robin, wauw. Wat ben je vriendelijk vandaag. Ik hou ook voor jullie. Nou, wij niet voor jou. Je vergeet helemaal regel 35.1a. Punt 2a. Maar dat is nog steeds niet waar, want er waren maar twee regels. Normaal niet. Jawel. Jongens, het is tijd voor Erika en ik leg dadelijk wel het verhaaltje uit. My name is Erika, I'm the leader of the Cillian Gym. Oh, you're from Johto, you say? Nee, ik ben eigenlijk van de Netherlands region. How nice! Oh, I'm sorry, I didn't realize that you wish to challenge me. I know, I've been training myself on not only flower arrangement, but also Pokémon battle. I shall not lose. Als jij een Miltank hebt, serieus, ik word boos? Oké, we moeten Erika voor zijn schaam bevechten met vier Pokémon en de eerste is Spoink. Oh, trouwens, het verhaal over Erika, ik weet het alweer. Laat maar zitten. Spoink! We zitten even nou in een gym battle. Gym battle is nou even boeiender. Sorry. Spoink! Een Spoink! Laat hem stoppen met stuiteren. Nee, dan gaat hij dood. Hij gebruikt psychisch. Nou ja, dat is niet zo'n erg super effectief. In verband met, ik ben puur grastype, ik ben geen poison type. Maar het kon wel gevaarlijk zijn in verband met, daar komt de volgende door. Yeah. Gaan we nou al beginnen? Ja, inderdaad, doe terugkeer. Nou, ik heb nou even Iron Tail gebruikt, een critical hit. Oh! Nou ja, ik zit nou al op het punt dat ik Last Resort kan gebruiken. Dat is in ieder geval fijn. En Last Resort is sterker dan Return. Dus ja, Spoink is neer en dan krijgen we Infernape. Dus dan ben ik inderdaad wel verplicht om te switchen. Infernape. Ah, ja! Nee, Waterpistool. Dan moet je het wel goed zeggen, Roger. Dat is echt waterpistool, niet geweer. Oh jee, close combat, dat is best wel een sterke aanval. Blijf. Oh, een vraag. Wat vind jij de leukste let's play die je hebt gedaan? Ik ben op het moment met een gym bezig. Daar antwoord ik dadelijk wel op. Ja. Laat hem concentreren. Ja. Aquarion, je bent een tank. Serieus, dat je dat hebt overleefd, ik ben trots op je. Oké. Okay. Oh, een Venusaur! Wauw, wat is het met alle starters? Wauw, wacht eventjes. Ho, Erika, de grastype Pokémon die een Venusaur heeft.
Wauw! Wow. En het is toch wel een generatie 1 Pokémon? Level 52 met aanvallen. Ik vermoed Solabeam, Razorleaf, Vine Whip, Poison Power misschien? Nou, ik denk niet Vine Whip. Hij heeft Worry Seed. Oftewel, we kunnen niet meer in slaap vallen. Ik snap nog steeds niet de nut van Worry Seed. Oké, het is handig om een Snorlax mee te counteren, maar daar houdt het mee op. Ja. Yeah. En één van... Critical hit! Nice! Venusaur is down met één hit! Nice. Oké, nog één Pokémon. Firepower die gaat de level omhoog. En welke is het? Tyranitar! Oeh. Nou, op zich ben ik daar niet bang voor, want het is een Dark Rock type. Is het niet Dark Ground? Nee. Het is in de eerste evolutie is het een Ground type, maar daarna wordt het een Rock type. Oké, dat is raar. Als Larvitar is het een Ground Rock type. Als Pupitar is het een Ground Rock type. En als Tyranitar wordt het een Dark Rock type. Dan verliest hij zijn Ground. Dus het enige wat wij hoeven te doen is waarschijnlijk één surf. En dat is meer dan genoeg om deze neer te halen. Want anders hebben we een probleem. Want er kan. Critical hit en het was niet genoeg. Nou ja, we hebben Leafeon nog. En Leafeon die kan met Mesblad. Kan die. Tyranitar ook wel neerhalen. En oh, Payback, nee. Ah, oh, Aquarion, je hebt goed gevochten. Arme Aquarion. Arme Aquarion. Ik vind het zielig. Leafeon, maak het af met Mesblad! De fysieke aanval. Hoe heb je dat avoided? Serieus? Sandstorm, oh nee, 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 nee. Mesblad. Oh jee. Hij overleeft het! Damn, die Tyranitar die sterk. Dit klinkt echt niet goed. Hé, we hebben Glaceon nog. Ja, oké. Ik bedoel, Firepower en Bolt moet ik echt niet... Nou ja, Bolt zou eventueel wel wat kunnen, omdat het is nogmaals geen Ground-type, maar een Rock-type. That's a bit harsh. Jouw gezicht is harsh. Icy Wind gaat volgens mij altijd als eerste. Volgens Story, jij vuile valspeler cheater! Omdat het is Mesblad. De aanval heet echt Mesblad. En geloof je dat niet? Kijk maar naar de anime. Leafeon heeft zand in zijn ogen, dus... Luister eens hier, Blizzard is zelfs raak! Oké, kom op. Blizzard is... Oh, het doet ook niet echt veel damage en het heeft niet ge... Oh boy, dit kan echt vervelend gaan worden. Vooral met die Stonehenge. En dat is super effectief. Boswater, kom op! Nee! Nou ja, hij heeft twee vorige stores mogen gebruiken, dus ik gebruik gewoon een Max Revive. Screw ik jou! Ik vind dat wel mag. Of vond jij dat het niet mag? Daar heb ik schijt aan. Hey, ben ik een keer aardig? Ik vind gewoon dat Erika's gewoon vals speelt. Maar was het niet Erik met een krabbeltje? Leggen we dat niet dadelijk uit? Als we toestemming krijgen om het uit te mogen leggen. Erik? Nee. Wat is er niet? Mogen we het daar toch uitleggen? Nee. Maar dit, met de kijkertjes zullen het weten. Oké. Okay. Echt waar? Yeah. Volgens mij was het trouwens ook te zien op de YouTube video. Ja. Volgens mij ook, ja. Ja, dat is natuurlijk een katouwelijke film.
Om op Payback kun je overleven? Nee. Nou ja, we mogen nog één item gebruiken, dus ik gebruik nog één keer een revive. En die kunnen we gebruiken tijdens Firepower's and Bird. Maar dit was een hele zware Tyranitar. Ik dacht dat de Tyranitar dat het makkelijker zou worden, maar ik was vergeten hoe sterk dat Tyranitar eigenlijk wel niet is. Oh ja, die is zeker sterk. En zeker als hij Earthquake gebruikt. Rock is zwak voor water, grass, vecht, ground. Ja, dat weet ik. Dus ik dacht bij mijn eigen, nou, we hebben Leafeon en we hebben Aquarion, dus dat zit wel snor. Maar vergeet niet, hij is level 56. Mr. Treeu, die komt. Ooit. Ja, ik kijk de X, Y en Z series en... Mijn opinion is, er is weinig veranderd eigenlijk met de allereerste generatie. Oké, Ash die handelt iets minder dom. Ja. Yeah. En wat de leukste let's play is, antwoord ik dadelijk op. Maar we hebben gewonnen. Erika is neer. Looks like you're in the rest, made it you. Nou. Jij kwam niet opdagen bij First Look, Erika. Inderdaad. Daarom moest ik de act overnemen. Ja. En Magikarp was awesome. Ik vind nog steeds dat Magikarp had moeten winnen. Wie had er trouwens gewonnen? Daisy. Met zo'n standaard, ik kan die kopen bij een carnavalswinkel. Oh. Outfit. In ieder geval, we hebben TM19 en volgens mij is dat... Ik heb geen idee, welke was dat? Eens even kijken, welke was TM19? Giga Drain! Oh. Die hebben we net verleerd voor Leafeon. Dus, lekker boeiend. Maar goed, eerst eventjes dan, wat is mijn favoriete Let's Play die ik ooit heb gedaan? Ja, ik vind ze allemaal eigenlijk wel leuk die ik gedaan heb, dus... Het is echt moeilijk om te kiezen daartussen. Kortom, ik kan daar echt geen keuze meer tussen maken. Er zijn er zoveel die ik gemaakt heb. Ik bedoel, Galaxy was leuk, Mario 64, alle Mario games die ik heb gedaan, die hebben allemaal hun humormomenten gehad. Minecraft heeft hun humormomenten gehad. Kortom, ik vond ze allemaal leuk. Ik vind Skyward Sword. Skyward Sword was ook heel erg leuk. Maar ook Ocarina of Time, die was ook heel erg leuk. En Twilight Princess, die was ook heel erg leuk. En is nog steeds leuk. Ja. Because I would do anything for... Mom! Ik was een liedje aan het zingen! Verdorie! Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb er een gym badge gewonnen. Ja, jij hebt mijn geld eruit gegeven. Leuk, man. Doei! Ik dacht al, wanneer komt ze? Ik heb de Engelsen gekeken. Japans, daar ken ik echt... Ik heb daar moeite mee om echt naar te kijken, sorry. Leroy kan dat wel. Ja, maar die dus gaat kan ook... kan dat steeds beter. Ja, maar dat doet Erik ook. Toch? Japans is niet zo al te moeilijk om te volgen. Maar zelf hou ik er wel voor het algemeen enorm van om iets in zijn oorspronkelijke taal te kijken. Sorry jongens, ik ben dat daar nou echt helemaal klaar mee. Hoppakee. Oh dat, ja. Ik zie het al. Ik wou het net doen. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben je voor. Ik heb nou al zo vaak uitgelegd, echt serieus. Ik denk dat ik de volgende keer gewoon echt overga op band. Ik ben daar echt nou zo klaar mee. Ja. Maar goed, we hebben een gym badge. Oh, en Fairy Tail, alsjeblieft geen spoilers neerzetten. Want sommigen, ik weet het toevallig al, maar ik heb sommigen weten de anime einde nog niet. Oh, nou, dan wacht eventjes. Oef. Ja, precies. Je hoeft niet per se je time-out voor. Eigenlijk hadden ze dat wel moeten doen in Twitch. Dat je inderdaad ook even iemand gewoon alleen zijn berichten kan wissen. Zonder dat je hem een time-out moet geven. Ja. Ja. Dat is wel jammer dat ze dat niet gedaan hebben. Nou, misschien kunnen ze het nog doen. Ja, Twitch die wordt tegenwoordig ook heel erg snel geüpdate. Dus...
Maar goed, gelukkig. Wij konden s'avonds konden we dus naar een spookverhaaltje luisteren en konden we boven dus iets krijgen. Dus het is nou in de avond, het is nu 8:30, dus laten we naar de boef gaan. Hey, maar eerst Erik's verhaaltje. Dat komt zo. We hebben eerst een spookverhaal. Nou, oké dan. Hoe langer dat het uitgesteld wordt, des te blijer dat Erik is. Of Erik wil het zelf zeggen. Oh, technisch mankement. Alweer. Heel veel in deze stream. Nou, het heeft te maken met hoe ver het show komt, hè. Dus, ik bedoel, vergeet niet, het is een randomizer, dus het loopt nogal. Ach, Fairy Tail, maakt niet uit, joh. Zo, maar even snel een soft reset. Ja, daar ziet het wel elke keer naar uit, naar mijn Singno. Ja. Nou, het probleem is, ik heb het nog niet kunnen zien, want het is nog niet allemaal in het Engels gedubt. Dus ik moet sowieso wachten. Oké, hij wil een eng verhaaltje vertellen. Dus, shh. Kom even heel dicht bij de microfoon. Once upon a time, there was a little boy who was given a new bicycle. He wanted to try it right away. He was having so much fun that he didn't notice that it was already dark. While riding home in the pitch black night, the bike suddenly slowed. The pedals became heavy. And heavy. And heavy! The bike began slipping backward as it was dragged by someone. It was as if the bike was cursed and trying to drag him into oblivion. What? The boy had been riding uphill on cycling road. For listening so patiently, you may take this item, it's a spell tag! Mag ik even zeggen rip headphone users? Nee. Nou, ik heb het alsnog gedaan. Wat heb je gedaan? Rip headphone ik heb je niet verstaan, sorry, wat zei je nou? Ja, want ik heb geen flauw idee wat je zei. Dankjewel, David. Ik kan niet lezen, wat zegt hij? Maar goed, om Erik's verhaal. Erik, wil je het echt niet zelf vertellen? Erik? Nou, oké. Okay. We deden mee aan een... in ieder geval voor mij was het spontaan. Dat ik meedeed met een cosplaywedstrijd op First Look. Daar moest je je naam opgeven. En volgens mij dacht ik eerst van dat je ook je achternaam. En dat hoefde niet. Dus ik had een deel van mijn achternaam opgeschreven. Vervolgens weer doorgekrast. Om een of andere reden. De announcer die dacht dat dat doorgekraste stukje achternaam. Dat dat een A was. Dus Erik K. En dat terwijl ik al op het podium stond. Ik stond op het podium en dan noemt hij de hel. En wij gingen dood van het lachen. Ja. Maar ik heb letterlijk, wij gingen dood. Maar ik had geëist dat hij het overdeed. Blooper. Jongens, we hebben weer een stukje gras waar we geen Pokémon tegen kunnen komen. Umbreon hype! Hype. Oké, de eerste die we tegenkomen is een Meditite. Voordat je het ook uitstelt. Dat is geen Umbreon. Of Espeon, of Eevee. Als echt een Eevee komt, echt, dan ga ik uit mijn dak. Welkom back, Spica. Hoi. Hey, Spica, welkom terug. Of Magikarp, ja, inderdaad. Alleen Magikarp schrijf je met K, niet met C. Denk zeg maar even. Inderdaad, standaard fout die haast iedereen maakt. Zo is het net alsof dat je schrijft met je crap. Ja, maar het is geen crap. Wel als je het met een C schrijft. Dan is het de Phoebus in disguise. Dat is waar. Nou ja, er zijn weer heel veel routes die we nou weer tegen kunnen komen. Waar dus eventueel een evolutie in zou kunnen zitten. Vergeet niet, het zijn nog maar 3 Pokémon die we nou tegen zouden kunnen komen in...
400, 500 verschillende Pokémon. Ja. En dat is best wel een kleine kans. Maar ja, aan de andere kant hebben we het hele spel ondertussen al gehad. Ja, oké. Okay. Ja, we blijven nou wel een beetje van hetzelfde helaas tegenkomen. Wat heb ik gemist? We hebben Erika verslagen. Op het randje. We zijn niet weer ingemaakt gelukkig door een gymleader. Dat is wel een voordeel. Ja, maar ook toch maar net verslagen. Nee, we hebben het hartstikke goed gedaan. Hé, hey, zij begon met vals spelen. Ja, oké, okay, daar heb ik gelijk in. Maar ze had in ieder geval geen Miltank. Hey, Staraptor, die hadden we nog niet gezien. Train je Jolteon, Stevie. Nou, ik wil er wel doen, maar ja, elke keer dan die random encounters allemaal neer gaan halen, dat schiet ook niet op, want dat gaat echt heel langzaam. Maar misschien heb je gelijk en zou ik inderdaad even Bolt vooraan moeten gooien. Ik bedoel, die is nou level 37, heeft Demon Eyes, hartstikke goed. Ik bedoel, volgens mij geeft de Zigzagoon niet echt veel experience. Maar we zullen het gewoon even proberen. Shockwave! Dat was bijna trouwens de pose die je krijgt van de Jolteon X-kaart zo. Ik hoop nog steeds dat Ash en Charizard wisselen met de Pokémon die nu in zijn team zit, zodat Ash en Charizard een battle kunnen. Desnoods leent Ash Mega Charizard uit van de Trevor en wordt een Mega Charizard battle. Je weet dat het niet zal gebeuren. Luister, Ash is altijd al degene geweest waarvan dat we zeggen van, dude, serieus, doe nou eens wat. Ja, maar hé, je weet nooit wat hij doet, hè. Misschien gebeurt het. Als ik bijvoorbeeld één ding, als ik me ergens echt dood aan erger bij X, Y en Z, is ze zijn te veel gefocust op de back-evolutie en ze zijn te erg gefocust op Ash en zijn Greninja. Ja, dat is echt te erg, ja. Ik bedoel, het is net alsof dat ze zeggen van, Ash heeft maar één Pokémon. Je weet al gelijk voordat een match begint, alle Pokémon die hij gebruikt, die verliezen. Want Greninja, daar draait het allemaal om. En Pikachu. Nee, Pikachu nog niet eens. Pikachu komt ook niet meer bijna aan de top. Het gaat alleen maar om Greninja. Dat vond ik zo erg. Ja. Stel je voor dat ik alles zou focussen op alleen maar Jolteon. Je hebt een team van 6. Gebruik ze alle 6. Ja, Ash moet echt een keer zijn ogen open doen, ja. Oh, ik moet mijn bike gebruiken. Oké. Okay. Ah, maar dan krijg... waarom mag je dan niet de as een bike deuntje hebben? Random encounters, lekker op de fiets. Lekker snel, want anders zie je ook weer niets. Generatie 4 heb ik bijna niks van gezien. Waarom niet? Generatie 4 heb ik de games niet gespeeld. Ik heb bij generatie 4 heb ik de anime niet zitten te kijken. Want ik vond generatie 4 en 5 niks. Maar ik kan wel zeggen, bij generatie 4 klopt naar die Infernape. Die had een soort van special ability. Zodat elke Fire-type start, die heeft de ability Blaze. Dat is dan als HP laag is, dat Fire-type moet sterker zijn. Bij Infernape van Ash was het zo dat als hij laag HP heeft, inderdaad zijn Fire-type moves sterker werden. Maar hij ging helemaal door het rooie heen. Klinkt een beetje als een reuse van Charizard, oftewel Charmander naar Charizard. Ja, maar Charizard die luisterde niet, maar... Oké, okay, Infernape luisterde er ook niet, maar die was echt gewoon... Oftewel clone. Ja. Maar alsnog, het is wel een awesome Pokémon. Clone. I don't care about clones. Clone. Het is een fight type Pokémon. Clone. Fight type, clone. Phoebus is een clone. Ook. Ik ben gewoon nog heel erg blij dat er nog steeds geen Eevee-clone is en dat moet zo blijven. Game Freak, make it happen. Nee, don't make it happen. No, make it happen. Nee! Er moet geen Eevee-clone komen.
Dankjewel Linky Boy voor de gezelligheid. Doei doei. Doei. Waarom wil jij graag dat er een Eevee-kloon komt? Nou, zodat ik jou... Zodat je mij kan irriteren. Misschien. Waarom ben je moderator in deze show? Dat jij het aan mij hebt gegeven. Ik begin inderdaad te twijfelen. Erik, jij bent mijn andere bodyguard. Zeg er iets van. Iets. Hier, take that. Oké, okay, enough. Sleep. Now. Nou, dag. Wat rusten. Nou, wel rusten dan. Nee, maar even zonder omgein. Er is een soort van halve kloon. En dat is dat beestje wat in Hitmonlee, Hitmonchan en Hitmontop kan evolueren. Oh, Tyro. Ja, dat beest. Er komt een soort van Eevee-kloon in Sun and Moon, wordt er gezegd, Stevie, met de nieuwe Pokémon Rockstuff. Rockruff. Ik hoop dat er echt niet gaat gebeuren, want dat zou echt Pokémon breken. Eevee is echt altijd daarin speciaal geweest en dat moeten ze echt niet breken. Ik bedoel, ik vind het ook belachelijk hoeveel Pikachu-clones dat er ondertussen wel niet zijn. Ja, hey, moet je er wel gaan, hè? Ze hebben weer een Pikachu-clone. Mimikyu. Ja, wat nog niet eens eigenlijk een Pikachu-clone is. Nee, maar alsnog, Mimikyu, dat is bekend Pikachu. Ja. Al moet ik wel zeggen, qua Alola Forms is er maar eentje die ik echt awesome vind. En er echt maar eentje. Raichu. Ja, ja, Psychic is, dat is inderdaad heel vet, ja. Nou, voor mij zal Eevee altijd speciaal blijven. En over Hitmonchan gesproken, we komen een wilde Hitmonchan tegen. Gezellig. Nou, we komen hier in ieder geval geen evoluties tegen, dus voordat wij dus hier deze weg naar beneden toe gaan nemen, wil ik het ook gaan laten voor deze aflevering. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je leuke momenten? Laat weten in de reacties. En laat een like achter natuurlijk als je daar tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Wat we dan uploaden op YouTube. Wil je nou zelf ook een keertje aanwezig zijn bij zo'n livestream? Ga naar Twitch. Link staat in de beschrijving. Klik op follow. En dan, als je je notificaties natuurlijk aan hebt staan, krijg je een berichtje wanneer dat wij live gaan met de volgende aflevering. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. Hele fijne dag gewenst. En hopelijk tot de volgende video. Doei! 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 Klinkt als een hele irritante bij. Ik vind meer een mug. Ook goed. Was ook eigenlijk een mug. Maakt niet uit. Oké, maar dan moet ik ook... Waarom zijn we nog steeds?